Hallo kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Sorry dat er vandaag geen podcast is geweest, dus omwille dat er geen aanmalingen zijn gebeurd. Dus wilt je wel meedoen met de podcast van Psycho TV? Ik wil er iets heel moois van maken. Ik wil mensen hier thuis uitnodigen om een hele leuke podcast in elkaar te flatsen. Dus wat bedoel ik daarmee met een elkaar te flatsen? Dat we daar iets heel moois van maken. Noem maar op. Maar, je weet sowieso, ik heb mijn schoentjes nu even uit aan het doen, dat we altijd ook beginnen met de vlog met Pimpompet. Dus ik haal de Pimpompet erbij. Draai aan het wielje. Draai maar lekker aan het wieletje. En het is de letter B. Ook van boven B. Dus B. Dan pak ik een kaartje erbij. Iets dat weinig weegt met een B. Ik weet al eentje. Oké, dan is dat langwerpig is. Ah ja, ik weet het. Ik laat het aan jullie over. Voilà. Gaan we er nog eentje doen? Ja, we gaan er nog eens eentje doen. Om op de vlog toch wel ietsjes langer te maken. We zitten met de beginletter van het alfabet, dus A. Iets waar je op kunt schrijven begint met een letter A. Iets waar je ergens kunt opschrijven met de letter A. Ik weet het niet. Deze weet ik echt niet, dus laat het echt in de comments weten. Hè? En iets dat je in de keuken hoort. Iets wat je in de keuken... Iets dat in de keuken hoort. Een dampkap is met een D. Ik weet het niet. Sorry. Dan gaan we toch nog voor de sport. Nog eentje. Dan zitten we op de letter D van Dimitri. Mijn naam. Beginletter van mijn naam. Een gevoel met de letter D. Doe het nu voor, hè. Voilà. Een fruitsoort met de letter D. Die fruitsoort eet ik niet. Maar ik ken hem wel. Voilà. En dan een allerlaatste. Met de letter P. Iets dat je in het zwembad ziet. Met de letter P. Niet in een naakt zwembad, dank u. Maar in een gewone zwembad. Met de letter P. En iets dat je meeneemt naar het strand. Met de letter P. Ja, als je een baby hebt... Voilà. Ik heb er dus weer al een paar gezegd. Dus heel veel succes. Dus toi 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 daarvoor.
Maar omdat ik vandaag ook heel weinig heb gevlogd, is er een reden. Dankjewel, werk, gelopig. Niks slechts. Nee. Het was ook tof op het wijkvloer vandaag, maar wat we gisteren hebben verzet en wat ik dan ook nog vandaag heb gedaan. Ik kwam gewoon back af thuis. Ik lag echt heel snel in dromenland voor een dutje. En ja, die dutje is redelijk lang uitgelopen. Mijn vriendin was ook hier, was nu niet meer. We hebben dan ook nog Rummy Cup gespeeld. Voilà, Rummy Cup. En nu ga ik toch. Ik voel me ook niet zo echt 100%. Ik ben niet ziek. Nee. Wat ik bedoel met dat ik me niet 100% voel, is dat ik moe ben. Ik ben op. Ik heb blijkbaar echt mijn best gedaan op het werkvloer. En ja, ik zie ook nog net iets. Hier is hij. Mijn groen boekje ligt hier ook nog. Godverdomme. Ik heb dus zonder papieren gereden. Ja. Sorry als ik het zeg, ja, ik heb mijn wagen voor een heel klein stukje gebruikt. Sorry. Ik moet hem eigenlijk laten staan, maar ik had nood aan sigaretten. En nu dat het zo vriest en al, ja, dan pak je wel rapper de wagen. Sorry daarvoor. Kijk eens hoe donker dat er buiten is. Hallo, in het spiegelbeeld. Het grappige van al is, je ziet ginder verandert die straalverlichting. Maar mijnen hebben ze eindelijk uitgedaan. Yay! Ben ik blij om. Zeg, dan nog iets aan jullie. Als jullie echt eens iets met een hele goede vraag zitten, mogen jullie die ook altijd stellen hier onderaan in de comments. Hoe het er nu uitziet, gaat de livestream zondag ook perfect door. Dus dat is heel goed. Heel mooi en al. Maar nu ga ik wel even deze fragment even afronden, want ik moet naar de kleine kamer. Tot zo. Ik heb het nu wel heel lang even kunnen uithouden. Ik heb het nog even ingehouden. Al meer dan 8 minuten. Maar nu moeten deze hier even naar de kleine kamer. En dan nog een klein stukje en dan zet de vlog erop. Ik word gebeld. Piep altijd. Nu net aangekomen. Voilà. Ik ben al wel al 10 minuten thuis, maar ja, ik hoorde de... Messenger af. Had ook mijn gsm niet bij. Wat x's typen naar mijn schattebol. Dus dat is altijd goed. En dan... Maar was hij dus over bezig? Ik
weet het dus niet meer. Zo op ben ik, mensen. Zo op ben ik. En morgen ben ik wel weer al een andere mens. En een betere mens. Ik zal het zo zeggen. Maar mensen, ik ga jullie laten. Ik ga jullie echt laten. Ik ga nou gewoon nog eens één keer gauw eens kijken op mijn e-mail. En dan voor EXO, ja, als er niemand aanmeldt voor de podcast, ja, dan kan ik er ook geen podcast over doen. Voilà, nu weet je dat. Dus, dat is altijd leuk. Dan ben ik nog zo wat rond aan het kijken op Facebook. Dan zat ze daar nu weer al. Oké, like. De inhoud O. Ah, die is weg, ja. Die is weg. Oké. Ik ben voor 99% een aardige mens. 99% een aardige mens. Maar die 1%, hé. Kan ik wel soortjes zijn? Klopt. En mijn nacht gaat ook nog zeer snel omlaag. Voilà. I miss you too. Dan weten jullie naar wie dat ik aan het zenden ben. Voilà. Maar mensen, dus ja, omwille van dat ik toch niet meer veel ga zeggen hier ook in mijn vlog, ga ik deze vlog gewoon wat richting het einde brengen. En oh nee, die vlag gaat niet weg. Die vlag gaat niet weg. Ik ben moe. Oké, ja, die heeft nog een mooi tekstje gezonden naar mij toe, mijn schatje. En daar was ik zo even zo naar aan het kijken. Ah, merci, schatje, dat je niets zei erover. Voilà. Ik ga jullie nu laten, dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet op je belletje te drukken. Ja, ik wil gewoon eens mijn hand eens laten zien. Die afscheid neemt van jullie. En hoe het er nu aan toe gaat tussen mij en mijn schatteke, gaat het zeer goed. Daar komt alsjeblieft niemand meer intussen. Ik ga nu nog een paar dingetjes proberen te regelen. En als dat in orde is, qua regelingen. Ah. Ah. Daar is dus nog niks aangekomen.
Nee. Not funny. Not funny. Misschien nog geen spam. Oké, ja. Voilà, dat is ook gecheckt. En dan nog eens kijken als er al aanmeldingen zijn voor mijn podcast. Dus ik ga dus naar dit hier toe. Naar mijn Yo Web. Voilà. Dus daar ziet je mijn e-mailadres info@psychotv.be en dan allemaal puntjes. Blijft ingelogd, staat altijd bij mij. Uit. En daar is één aanmelding gekomen. Oké, dan gaan we dat ook eens lekker bespreken hoe en wat dat we gaan regelen. De eerste mens, jullie gaan het sowieso al kennen, die een mailje heeft gestuurd. Is Exo. Maar meer informatie binnenkort, dus volgende week in mijn podcast. Jee. Misschien mijn allereerste gast. En dan gaan we kijken wat we gaan doen, hè. Ah ja, Rode Kruis, Alke. Ja, oké. Oké, daar is ook al heel veel in gezonden. Want ik heb daar ook een hele grote tekst op neergezet. Wachten op dit bericht. Dit kan even duren. Meer informatie. All times you might see two above matchings in place of what you resent from our contact. Do the end-to-end encryption. You might need to wait for someone's magic to ever, dat het arriveert, because their phone needs to come online. This can happen if you, the person you are chatting with, recently reinstalling WhatsApp or on older version. Ja, dus ik ben nu van een nieuwe versie naar een oudere versie gegaan. En ja, op mijn andere gsm, waar ik dus wel nog alles kan opzien en al, ben ik blij om, heb ik ook Messenger geïnstalleerd en al. Voilà, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal morgen eens terug. Nogmaals, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren en op het belletje te drukken. En ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, yo, yo.